vandaag in de studio bij Participatie TV, Hanna Blom. Nou, ik ben dus Hanna Blom en 37 jaar. Wij wonen al vanaf 2005 met heel veel plezier in Amsterdam, mijn man en ik. En we hebben drie dochters gekregen. En onze oudste, Jasmijn, die is alweer bijna 10 jaar oud, die heeft een ernstig meervoudige beperking. En daardoor zit zij in een rolstoel. Zij loopt heel erg achter met haar ontwikkeling. Ze praat nauwelijks. Ze zegt nu wel papa trouwens. En ze is nu 10 jaar oud, zeg je. Wat kan ze allemaal wel? Nou, zij kan heel goed zelf haar rolstoel besturen. Dat houdt dus inderdaad in. Ook achteruit inparkeren bijvoorbeeld. Expres tegen dingen of mensen aanbotsen en dan heel hard gaan lachen. Sommige mensen vinden dat niet zo leuk, want dan worden ze van achter aangevallen. Maar ze bedoelt het niet verkeerd. Ze wil gewoon contact maken met die mensen. En als je inderdaad niet kunt praten, dan moet je dat op een andere manier doen. Dus, ik kan me zo voorstellen dat ze ook groeit, hè, als klein kind. Wordt daar voldoende rekening mee gehouden met de hulpmiddelen? Het voordeel zogezegd van haar beperking is dat zij een groeiachterstand heeft. Dus okay. Zij groeit wel, maar is dus niet vergelijkbaar met een gezond kind van 10 jaar. Dus ze weegt nu bijna 20 kilo. Maar goed, dat is nog steeds waar natuurlijk, want je moet haar vaak tillen. Maar heb je dan heel verschillende hulpmiddelen nodig voor haar? Want ik bedoel, je moet ook aan je rug denken, hè? Ze kan wat kleiner zijn. Ja, klopt. Wij hebben in ieder geval dus een rolstoel voor haar. We hebben thuis een speciale stoel waarin ze aan tafel kan zitten. Een douchestoel, dat is ook heel fijn, want als ze niet kan staan en we hebben eigenlijk ook geen lichtbad, hoe moet je een kind dan douchen? Ze past ook niet in een babybadje meer. Is een douchestoel een uitkomst inderdaad. En sommige dingen moet je vervangen, sommige hulpmiddelen moet je vervangen omdat ze te oud worden of omdat onze dochter er inderdaad uitgroeit. En als je meer hulpmiddelen hebt, dan ben je steeds bezig met het vervangen of laten repareren. Heb je zelf die instanties allemaal gevonden door zelf te kijken van hoe dat moet? Want ik kan me voorstellen dat het toch niet makkelijk is voor mensen om dat zelfstandig allemaal uit te zoeken. Ja, het is inderdaad heel lastig en ook heel fijn aan de andere kant. Er is heel veel waar je recht op hebt en heel veel hulpmiddelen krijg je zogezegd gratis van de gemeente. Of je krijgt het in bruikleen, dus als je het niet meer nodig hebt, geef je het netjes terug. Je moet inderdaad zien hoe je daarachter komt. Want ik kreeg ook maar een gehandicapt kind. Dus ik wist ook niet van tevoren wat de WMO inhield of wat is de WLZ. Al die afkortingen ken je niet, al die instanties ken je niet. En iemand moet je eigenlijk wegwijs maken. En wij hebben bijvoorbeeld hulp gezocht bij Integrale Vroeghulp. Dat is een soort netwerk van allerlei hulpverleners die in een heel vroeg stadium met een kind meekijken. Ook als het nog niet helemaal duidelijk is wat een kind heeft. En op zich, de diagnose voor onze dochter was wel duidelijk. Van zij heeft die chromosoomafwijking. Ja. Maar dan nog weet je niet wat het inhoudt of wat het praktisch betekent. Dus jij raadt iedereen aan die een kind met een beperking heeft contact op te nemen met die stichting, vereniging, om te kijken hoe het... Ja, Integrale Vroeghulp heb je. Je hebt nu ook NIC, Netwerk Intensieve Kindzorg heet dat geloof ik. Dat is ook per regio ingedeeld in Nederland. En dat is een beetje een vergelijkbaar concept als Integrale Vroeghulp.